Komt ie hoor. Lars op, niet op volle snelheid. Ik fiets naast hem op de weg. Met een prachtig shot van opzij, schuin, opzij achter. Dus vanaf zijn linkerkant. En even eerst laten lopen de tape. Hé, hey. Hij stopt even. Oh ja, nieuwe snelheid. Beeldje voor beeldje. 1/16 snelheid, 1,5 beeldje per seconde. Dus kijk, wat schitterend. Goed in beeld houden. Boven in het scherm nu. Kijk eens, mooie close-up. Gooi de achterkant omhoog. Wauw. Kijk eens, bootjes gaan. Prachtig om te zien, hè, dit. Prachtige close-up. Dek hier lekker open als je alleen al naar die oren kijkt. Het is schitterend. Hij is ontspannen, heeft het naar zijn zin. Zonnetje op de rug. Oren klapperend door de wind. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dan hou je van zo'n beestje. Hier kan ik van genieten. Prachtig. Net een glimp achter het lantaarnpaal. Hier moeten we. Maar hier kruipt hij zo meteen achter de fiets omdat hij over wil steken. Kijk maar aan. Van ik ga achter je langs. We moeten oversteken. We zijn bijna bij de bocht, denk ik. Bij de hoek. Kijk, daar staat de lantaarnpaal. Dat is die. Bocht naar links, naar rechts voor. Hier film ik dus naar achteren terwijl ik aan het fietsen ben. Dit is trouwens zonder dat ik kijk naar. Naar Lars zelf, maar gewoon op gevoel mijn camera naar achteren richt, schuin. En hoop dat ik hem in beeld hou. Wat gelukt is. Ja, we zijn hier denk ik echt bijna bij de bocht. En dan kruipt hij, moet hij achter mijn fiets kruipen. Beetje weer dichterbij. Hij is nu helemaal afgeremd. Tenminste, flink. Kijkt even lekker naar rechts. Achter zich, omdat er achter een auto de bocht door is gegaan. Ongelooflijk, hè, dit. Alles in de gaten. Kijk eens, daar komt de vaart er weer helemaal in. Wauw. Nu denk ik dat hij. Ja, nu keek hij even en vindt het tijd dat het tijd wordt om over te steken. Denk ik. Flapper. Weer bij elkaar. Dan komt de flapper en weer terug. De flapper en weer terug. Nou ja, dat is een goeie. Echte flapper. Nou, daar gaat hij afbuigen om achter me langs te gaan. Kijk maar. Komt straks de. Dan zie je nog de jump. Net in beeld, niet meer. Dat hij de stoep afgaat. Nou, dat is nog niet de stoep af. Zonde, hè? Dat ik dat niet erop heb. Een paar beeldjes verder wel weer.
Ja, dit is dus echt bijna bij de hoek. En het gaat 8 keer zo langzaam dus. Die 12 seconden die duren nu 96 seconden, dat is 1,5 minuut. Daar nog een keet. Met troep. Een bouwkeet. Maar ik vang hem zo nog achter me. En dan zitten we inmiddels al op de straat. Waar ik nou dat beeld heb van het afspringen, dat snap ik even niet meer. Even terugkijken zometeen. Hier, daar is die weer. Met een vooraanzicht. Schitterend, hè? Nou, in ieder geval, ik vind het schitterend. Hier, kijk. Rechterpootje op de grond. Dus eerst links, dan gaat rechts ver naar voren. Links, rechts naar voren. Dan komen er rond het ruggetje. Daar. Ja, wacht even. Ja, nu staat alles erop. Dan kun je het ook gaan analyseren. Wat best interessant is om te kijken wat voor snelheid die heeft. Ontwikkeld op verschillende punten. En gewoon om te zien hoe het bewegingspatroon is, hoe de afwikkeling is. Van de voetjes, de beentjes, daar komt hij nog terug. Prachtig om te zien. Daar. En dan gaat hij zo meteen op de stoep springen. We hebben weer overgestoken, dit is vlak voor de bocht. En dan gaat hij zo ver achter mijn fiets dat ik het niet meer kan filmen. Allemaal met de hand gedaan. Zonder echt te kijken zelf. Nou, af en toe eventjes gooit mijn kop naar achter natuurlijk. Je moet vooral in de gaten houden wat er voor ons gebeurt.